Welkom bij Recrea Macervus in Groningen. We staan vandaag bij de Wijnsberg Karacito 390 QD van 2022. Nou, voor 2022 heeft de Karacito eigenlijk wat verbeteringen gekregen. Zo is de koelkast gegroeid. En dat betekent dat u ook wat meer mee kan nemen. Dat is bijna de helft meer aan inhoudcapaciteit, dus er wil ook echt wat meer in. De kookplaat is van een warmbordplaat nu ook een inductiekookplaat. Verbruikt wat minder stroom. Ja, en het blijft gewoon de ideale caravan als u geen gewicht mee wil nemen. Maar toch een volledige caravan, want hij is natuurlijk echt ultra licht. En het leuke is, hij is van het gas af. Dan denk je van het gas af, hoe doen ze dat? Nou, eigenlijk heel simpel. Je gooit de gasflessen eruit, installatie eruit. En dan ga je kijken, wat heb je eigenlijk nodig? Nou, er zitten inductiekookplaten in. Dus u kookt elektrisch, u verwarmt elektrisch, met een elektrische kachel, die blaast mooi rond. De koelkast hebben ze zo aangepast dat die onderweg ook goed werkt. En op separaat, standalone, als iemand 12 volt heeft, gewoon kan werken. Dus een 12 volt compressor koelkast. En het leuke is, dat is de verrassing van het hele verhaal, de airco is standaard. Want verwarmen doen we met een airconditioning. Dit is ook gewoon ingebouwd bij de Karacito. Standaard, een airconditioning. Nou, we hadden het even over het gewicht. De caravan weegt zelf 810 kilo leeg. Dat is echt ultra licht. Moet natuurlijk niet vergeten, alles wat u erbij koopt, weegt natuurlijk ook extra. En gaat de kost van uw laadvermogen. Er zit standaard een 1100 kilo was onder. Dus van zichzelf heeft hij al veel laadvermogen. Maar dan kunt u zonder gewichtsverhoging ophogen tot 1350 kilo. Dus dan kunt u voor dat kleine beetje meer wat het dan kost, heel veel meer meenemen. Dan is het tot 1350 kilo. Dan weegt hij 810 kilo van zichzelf. Ja, wat wilt u er dan maar meenemen en wat gooit u er allemaal in? Kijk, dat is natuurlijk helemaal aan u. Dat gewicht hebben ze natuurlijk bereikt door een aantal dingen. Zo zit hier gewoon een aluminium dak op. Geen kunststof GFK dak, want dat weegt extra. Er zit hamerslagbeplating op, dus ook hier ligt dan bijvoorbeeld gladde beplating in. Ze hebben een eigen chassis. Het Sonic chassis hebben ze allemaal gaten ingezaagd. Hebben ze allemaal computertechnisch heel goed berekend. En het is 30% lichter dan een conventionele chassis. En dat maakt deze caravan natuurlijk een ultieme caravan. Dat u toch veel mee kan nemen. Er kan veel in. En hij is zelf gewoon ultra licht. Ja, daar doen we natuurlijk een stukje op het gewicht. Kijk, het leuke is, hij is 810 kilo. Maar u hoeft alleen maar water in te doen en een stroomvloer mee te nemen. Want die gasflessen en die gasinstallatie zitten er natuurlijk niet in. Dus die twee grote zware gasflessen zitten ook niet bij het gewicht in. Dus hoeft ook niet mee te slepen. Dat is natuurlijk handig over nagedacht. Het bed voorin. Waar slapen. Hieronder zit ook de verwarmingsunit. De kledingkast, helemaal zonder greepjes, helemaal mooi strak uitgevoerd. Bovenkastjes. Nou, en deze uitvoering natuurlijk volledig vol met bovenkastjes. Ruimte genoeg, allemaal grote kleppen waar ik spullen op kan bergen. Ook boven de keuken twee kleppen. Nou ja, zoals gezegd, de inductiekookplaat. De spoelbak, eventueel kunt u het ook warm water in bestellen. Standaard is het koud water. Ja, ik moet een aantal dingen misschien aan te raden. Dus het Karacito pakket, onder de, ook de schokbrekers, stabilisatiekoppeling, vaste watertank. Anders staat de watertank los in de caravan. En nu is die mooi ingebouwd. Ja, er zijn een aantal dingetjes die je bij kan bestellen. We hebben bijvoorbeeld nog een voorraam in besteld of nog een achterraam in besteld. Dat hoeft natuurlijk allemaal niet. U kunt het allemaal zo spannend en zo duur maken als u zelf wil. Nou, dan hebben we hier achterin nog de zitgroep voor 4 personen. Nou ja, of 3,5, 2 kinderen, 2 volwassenen. Ja, dit bankje is relatief wat langer. Dan kunnen we met z'n 3 zitten. Ja, 5 persoons. Wordt een beetje inschikken, maar dat kan ook nog. Nou, kunt u hier van zitten, maar mooi binnen zitten. Dakraam is hier standaard. Ook bovenkastjes rondom. Dan hebben we hier nog het lichtpakket in besteld. Ambiantenpakket, dus hebben we een extra verlichting. Ja, wat valt er nog meer over te zeggen? Eigenlijk is dit gewoon een hele mooie basiscaravan die u luxe kan aankleden. Dat is natuurlijk de vraag waar wat u wil uitgeven aan een caravan. Maar dat maakt het ook zo mooi, want u kunt het zo duur maken als u zelf wil. En is het nog steeds mooi lichtgewicht. Nou, als u wil zien wat u van deze wijnberg vindt, we hebben natuurlijk ook de caravan staan, de knaus, de tabberts, dus er is van alles te zien. Kom bij ons langs, dat kan digitaal op www.recreaam.nl. Maar dan kan u ook zien in de showroom. Nou, ik zou zeggen graag tot ziens.